Piep. Kijk nou toch eens, wat een mooi bloemrijk begin van deze vlog. En we zijn vandaag op pad met Hans. Hallo. En ja, jij bent niet een boswachter. Maar jij kunt ons wel alles vertellen over het project bij Oude Willewen, hè? Ja, ik ben een soort adviseur, zou je kunnen zeggen, van de provincie Drenthe. Ja. Ten behoeve van dit project. En jij bent ecoloog. Ja. Dus jij weet sowieso heel veel van de planten en de dieren die hier voorkomen. Ja, en jij weet dus alles over dit project, want we zijn hier vaker geweest bij Drents Friese Wold. En we hebben dit een beetje gevolgd. Ja, en we gaan nu een beetje de stand opnemen, toch? Hoe ziet het er precies nu uit? Na 4 jaar ongeveer, hè? Hoe staat het ervoor? Ja, nou ja, prachtig geel in ieder geval. Ja, exact. Ben jij een beetje aan het genieten, Edwin? Nou, ik vind het wel mooi, ja. Het is een vrij zonnige periode deze week. Maar we zijn vroeg op de ochtend en het is nog wat mistig. En daar ben ik dus niet rouwig om. Want felle zon betekent wel lekker met je bikini met een pina colada aan het strand. If you like pina coladas. Maar dat betekent niet per definitie mooie beelden. Ik heb het liever zo, bewolkt of mistig zoals dit. Beetje mysterieus. Maar daardoor is het licht gewoon lekker zacht en mooi. Komen kleuren ook gewoon wel mooi uit. Van dichtbij dan. Maar die felle zon maakt het mij alleen maar lastig. Maar het heeft schaduwen. Ook wel een nadeel, toch? Ik bedoel, we zagen net een kraanvogel. Ja, klopt. Ja. Die kraanvogel die staat in de mist. En is een mooie trouwens. Geen gorilla's, maar kraanvogels in de mist. Ik zie een film aankomen. Maar daardoor wordt hij natuurlijk wel iets minder mooi te zien. Maar het is niet anders. Alles wat dichtbij is, zoals deze bloemetjes, de bijtjes en de druppeltjes op het gras. Die zijn alleen maar mooi. En die schijnen bij deze weersomstandigheden. Nu de mist wat is opgetrokken. God, dat zie ik natuurlijk helemaal niet. Daar. Nou, daar zetten wij de auto graag even voor aan de kant. Ja, zonder meer. Jan, het is alweer tijd voor het geluid van de week. Ja, ja. Nou, wat is het geluid? Ja, dat kan alleen maar de withalsvliegenvanger zijn, hè? De withalsvliegenvanger? Ja. Daar heb ik nooit van gehoord. Nee, het is gewoon, gewoon een vliegenvanger met een wit nekje. Maar die is wel zeldzaam, toch? Hij is wel heel zeldzaam, ja. En jij hebt hem gespot? Ik heb hem gehoord. En gezien trouwens ook nog, ja. Wauw, en hoe klinkt hij dan? Ja, hij is heel anders dan de gewone bontvliegenvanger. Hij doet tjiet 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 prup prup tjiet 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 tjiet. Ja, en we zijn alweer aan het einde gekomen, Hans. Ja. We gaan eerst nog even naar de quizvraag van vorige week. Bertil, wat was de vraag ook alweer? De vraag was welke klimplant dit was. Een beetje bijzondere soort in Drentse bossen. Of ja. Hop, klimop of kapfoelie was. En het is? Het is de hop. De hop. En als het een vrouwelijke plant is, dan kun je er de bellen van oogsten om het bier mee op smaak te brengen. Ja, nou dat klinkt mij als muziek in de oren. Mij ook. Ja, en jij hebt weer een nieuwe quizvraag voor ons. Nou, vertel. Nou, hier staat een plant. Ja. Het is een zuring, dat verklappen we alvast. Maar het is één van de 3 soorten zuringen die je in dit gebied kunt tegenkomen. En welke is het? A. De schapenzuring. B. De ridderzuring. Of C. De veldzuring. Ja, weet jij het goede antwoord? Laat het dan hieronder achter in de reacties. Volgende week dan vertel je wat het goede antwoord is, hè? Helemaal goed. Goed, tot dan. Doeg!